Ja, het is eigenlijk een initiatief geweest van de vrienden van het Bosblad om eens anders te beginnen met het hele gebeuren dan anders. Echt een mooie tewaterlating. 16. Dus ja, 8 keer heen en terug. Valt best mee. Is goed te doen. We kunnen het al een stukje zien als een stukje voorbereiding voor de zwemvierdaagse in juli. Nou, we hebben volhouden, hè? Ja. Ja, dus gewoon een hele lekkere, ontspannen sfeer. En we hebben het gewoon fantastisch bij liggen. We hebben met z'n allen er hard aan gewerkt. Zowel de zonneweide als het olifantje schilderen en de paddenstoel. Het parcours van ongeveer 1500 meter. Het is uitgezet in het bos. Hebben we woensdagochtend gedaan. Gisteren nog gecontroleerd of de lintjes er nog wel zaten aan de boompjes. Maar dat is goed te doen hoor. En tijd is onbelangrijk. Het gaat alleen om het meedoen. Nou, deze groep haalt wat geld op. Daar betalen we allerlei dingen voor die de stichting niet kan opbrengen. Parasols bij de toko, speeltuig op de weide, ja, dat kunnen ze niet betalen. We zagen het, zeg maar, advertentie staan, de Jutlon. Nou, dat is leuk om mee te doen, top. Ja, dat was de eerste keer dat ik meedeed. Ja, klopt, ja. Ja, okay. Een zwembad ook trouwens. Bosblad, ja. Echt een mooi zwembad. Ja, heel leuk. Het was een geslaagde dag, denk ik. Ik denk dat het een monument is. Eigenlijk gewoon een monument. Het loopt op een heel mooi seizoen.